Goedemorgen. U kijkt naar het weerbericht van weerplaza voor tweede pinksterdag. In het zuiden trekken wolkenvelden over richting het westen. Dat betekent dat het daar geleidelijk aan ook gaat opklaren. In het noorden en midden van het land zijn er al flinke zonnige perioden. De temperatuur ligt tussen de 16 en 18 graden en uit de bewolking kan in het zuiden nog lokaal een buitje vallen. Vanmiddag stijgt het kwik naar zo'n 23 tot 26 graden. In het zuiden van het land neemt dan de kans op een enkele onweersbui toe. De wind blijft uit het oosten waaien en is overwegend matig. Ook vanavond, met name in de zuidelijke provincies, nog kans op een lokale onweersbui. Elders blijft het droog en is het vrij helder. Het blijft lang warm, met temperaturen rond de 21 graden. Morgen een vrijwel hetzelfde weerbeeld als vandaag. Opnieuw wordt het smiddag zo tussen de 23 en 26 graden. Ook dan neemt weer de kans op onweersbuien toe, mogelijk ook in het midden van het land. En de dagen erna blijft het opvallend warm voor deze tijd van het jaar. Over het algemeen is het in het binnenland zomers met 25 graden. Vooral in de zuidelijke provincies kan af en toe een bui vallen. In het noorden blijft het droog en is de meeste zon. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijne dag.